de straat waar ik van hou. Kroegen sluiten veel te laat, dat is waar ik zo van hou. De vrouwen zijn hier goed gebouwd, als wat me bezighoudt. Welkom in het land van Zwentie Bolt. Welkom in het aardsparadijs. Wat verwacht je er zelf van? Ik verwacht een super première, want ik heb de voorbije avant-premières gezien. En die zaten al heel vlot en heel super toffe reacties van de mensen. Wat dat op een première met het specifieke publiek altijd wat anders is. Maar nee, het zit gewoon heel goed. En doet dat aan alle jouw verwachtingen? Het is veel meer dan mijn verwachtingen. Want wij een musical, Chris en ik een musical, dat is niet echt de perfecte match. We hebben er hier niet veel verstand van. We hebben ook nooit veel musicals gezien. Dus wij hadden wel wat sceptische vraagtekens, maar die zijn wonderen wel omgetoverd tot uitroeptekens. Want we hebben vooral schrik van hoe dat de nummers dan verweven zitten in zo'n verhaal en hoe de overgang van acteren naar zingen gaat. En dat loopt ongelooflijk vlot. Ik had dan niet gedacht dat dat kon, eerlijk gezegd. Ik heb hier en daar vernomen, Koen, dat het terug bij jullie begint te kriebelen wat concerten betreft. Oh, dat is al lang hoor. Dat is niks nieuws onder de zon. Maar is er al iets concreets? Nee, maar ze vroegen, wat zij dan doen? En onze Chris zegt, ik ben liedjes aan het schrijven, maar die doet dat altijd. Dat is, zoals eten en drinken moet hij liedjes schrijven. Dus sommigen hebben dat dan geïnterpreteerd van, je bent met liedjes bezig, dus je zult binnenkort wel terug in de studio duiken. Maar dat is nog een beetje vroeg. Maar dat is een mooi iets om zeker over na te denken. Oké, bedankt Koen. Ja. En veel plezier bij het kijken van de musical. Dank je wel. Proficiat eerst en vooral met je prestatie. Dankjewel. Wat vond je er zelf van? Het was spannend. Het eerste deel was het publiek een beetje stiller dan we normaal zijn of gewend zijn de voorbije dagen. Dus we hadden van, oh nee, vinden ze het niet goed. Maar het tweede deel zijn ze helemaal losgekomen en het was super. Het was echt een feestje. Het was echt heel leuk. Ja, we kennen jou natuurlijk van Maria. Ja. Maria, en nu de stap naar Domino. Wat doe je nu het liefst? Geef mij Domino, maar omdat Maria is een personage dat heel vaak op dezelfde vlakte blijft. En Domino is wel een pittiger madame zo. Ze mag meer. En ook qua zang is het veel meer een uitdaging voor mij. Maar ja, tuurlijk is het overal. Maar Domino is toch meer met tanden nog inzetten. Naast ons Silke Masbooms uit Antwerpen, of course. En kanshebber om de Voice van Vlaanderen te winnen. Zeg Silke, wat trekt jou aan in musicals? Ik ging als kind eigenlijk, ik ben net volwassen, maar ik ging als kind eigenlijk heel graag naar musicals. Ik zong dat allemaal mee en ik vind dat gewoon zo'n één groot spektakel. Zou je dat ooit zelf willen doen? Ik zou dat willen doen, maar ik weet niet of dat mijn acteerkunsten zo goed zijn. Dus ik weet het niet. Ja. Zeg, je kent het verhaal een beetje. Wat verwacht je er zelf van? Ik weet niet wat mijn verwachtingen juist moeten zijn, maar ik ben heel benieuwd hoe dat ze de nummers in het verhaal allemaal hebben verwerkt. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Op een première als die van Domino kom je echt iedereen tegen, ook de knuffelbeer van Vlaanderen, van de Voice van Vlaanderen. Dag Bert. Hallo. Zeg, wat verwacht jij van de musical? Ik verwacht eigenlijk heel veel, omdat ik ken Clouseau natuurlijk al 7, 28 jaar. Want ik geloof dat Koen ongeveer even lang als mij op de planken staat. Maar vraag me niet om te zeggen hoeveel albums ze uitgebracht hebben. Vraag me niet wat mijn favoriet nummer is. Ik ken er heel veel, verschillende. Maar ik ben niet echt een Clouseau-volgeling. Dus ik laat mij vandaag volledig verrassen. Ja, je blijft je eigen ding doen, wat natuurlijk blijft sieren, Bert. Finalist, proficiat alvast. Hoe hoog schat jij jouw kansen in voor komende vrijdag? Ik zou zeggen 1 op 4. Ik sta er eigenlijk niet bij stil. Ik wil gewoon dolgraag de vrijdag op dat podium kruipen en live mijn ding doen. Daar komt het op neer. En als de mensen, als Vlaanderen vindt dat ik de Voice van Vlaanderen ben en als ze massaal voor mij stemmen, het zij zo. Maar natuurlijk, je doet mee om te winnen, maar ik ben niet zo per se, ik moet dat winnen en ik zal dat winnen. Allee, dat is mijn ingesteldheid niet. Ik laat dat op mij afkomen. En dan, daardoor blijf ik hier ook ontzettend nuchter door, of bij. En ik hou mijn voeten stevig op de grond, dus we zullen wel zien. Het zij zo. En we wensen jou heel veel succes, Bert. Dankjewel. Welkom in het land van Zwentie Bolt. Welkom in dit feestpaleis. Welkom! Betaal hier met een glimlach, meer wordt er niet gevraagd.
Maar weet u, als het aan mij lag, dan werd de prijs verlaagd. De Sventies spreken Sventies, dat is volstrekt normaal. En wie het niet gewend is, gebruikt gebarentaal. Welkom in het land van Sventiebos.